Heidi al mensen, dit is Mr. Conquist hier en ik ben weer terug van vakantie. Ik ben weer terug van weg geweest. Ik ben terug met Minecraft Java Edition. Zoals jullie links onderin kunnen zien, Minecraft 1.13 hier beneden. Het is uit, het is al een tijdje uit eigenlijk, geloof ik. En het is gewoon tijd dat wij aan de slag gaan in deze nieuwe fantastische Minecraft versie. Niet in de Astral Peace wereld of in de verzamelaar wereld. De verzamelaar is klaar, ik ga daar niet mee verder, want ik vond het überhaupt geen leuke serie om te doen. Ik doe het gewoon even Astral Survival en we gaan daar gewoon even lekker in aan de gang. 1.13 zet ik er ook heel eventjes bij, zodat ik van mezelf weet van ja, hier gaan we in survivalen. Er zijn een aantal dingetjes toegevoegd in de game waar ik het vandaag dus in deze video over wil hebben. En het eerste dat ik heel even wil doen is de bonus chest aanzetten, omdat ik een beetje heel erg lui ben en geen zin heb om al mijn shit van het begin even zelf te verzamelen. Dat is letterlijk de reden waarom ik even met een bonus chest begin, no joke. In ieder geval, we gaan even een wereldje laden en dat duurt tegenwoordig blijkbaar net even ietsjes langer als vroeger. Als in 1.8 en zo, weet je wel. Those were the good old days of Minecraft, I freaking love that. 1.8 was in ieder geval een van mijn favoriete versies die er toen destijds. In ieder geval, welkom in de wonderwereld van, is de gameplay niet aan het laggen? Nee, dat is het niet. Mooi. Ik heb even mijn OBS hier op mijn tweede beeldscherm, zodat ik kan zien of de gameplay niet aan het laggen is. Zijn er nog wat dingen toegevoegd aan de video settings? Niet heel erg, hè? Nee. Het lijkt er niet op, dus ik denk dat het allemaal wel redelijk goed moet zijn. Fullscreen resolution kan je tegenwoordig aanpassen. Nou, dat is nog best wel chill. We gaan gewoon eens wel even kijken wat we hier allemaal tegen kunnen komen. Het eerste dat ik sowieso tegenkom is een beetje zeewier. Want ja, we hebben tegenwoordig zeewier in Minecraft. Er zijn ontzettend veel dingen toegevoegd in de game. Voornamelijk heel veel onder water. Het heet dan ook de Aquatic Update. En dat heet het ook gewoon met een reden. Ik heb ook gelijk wel even trouwens, voor het geval dat je denkt van, wat ziet je Minecraft er bijzonder uit? Ik heb gelijk wel even de Faithful Texture Pack gedownload voor diegenen die benieuwd waren naar. In ieder geval, de Aquatic Update komt dus met heel veel updates onder water. Er zijn tegenwoordig heel veel vissen aanwezig onder water. Dolfijnen kan je vinden. Er zijn ruïnes onder water te vinden. Kortom, heel erg veel dingen kun je tegenwoordig onder water vinden. En dat vind ik super chill, want er was nooit echt heel veel leven onder water. Het water had echt ontzettend veel mooie updates nodig, vonden heel veel spelers. En Mojang komt uiteindelijk aan met deze prachtige Aquatic Update. En wat ik nou zo bijzonder vind aan Mojang, is dat ze ook ontzettend veel aan de spelers gevraagd hebben van wat willen jullie in 1.13 zien? En er zijn ook op basis daarvan ontzettend veel suggesties binnengekomen die Mojang daadwerkelijk hebben gebruikt en hebben uitgewerkt in de 1.13 update. Bijvoorbeeld, ze hebben ooit eens een keertje Minecon Earth was ooit eens een keertje aan de gang. Volgens mij was het daar dat ze plannen maakten voor een nieuwe map. En ze vroegen aan de spelers, of de mensen in ieder geval die de livestream aan het kijken waren. Wat hebben een ontzettend mooi landschap trouwens. Al gelijk aan het begin van de game. Hartstikke mooi. Ze vroegen dus wel even aan hun spelers wat voor mob zij wilden zien in 1.13. Nou, een heleboel mensen die kwamen dus met een Fanto. Ze kwamen natuurlijk wel even met een aantal plaatjes van de mobs die ze in gedachten hadden. Heel veel mensen hebben gekozen voor de Fanto. En die is als het goed is te vinden in de end. En ik zou het dan ook hartstikke tof vinden als ik op een gegeven moment even de end kan vinden. Zodat we daar eventjes de Fanto kunnen zien. Maar voordat het zover is, moet ik überhaupt eerst wel even een huis hebben. Dat lijkt me wel even verstandig. Dus ik ga zo meteen gelijk wel even beginnen met het bouwen van een huisje. Want ik heb het wel nodig. Want anders dan kunnen we natuurlijk niet de nacht overleven. In de tussentijd is er niet heel erg gek veel bijzonders, geloof ik, aan de gang met de game zelf. Er zijn wel heel veel mensen die al gelijk een heleboel nieuwe functies van de game hebben uitgeprobeerd. En die hebben daarmee zitten kloten. Een van mijn persoonlijke favoriete Minecraft kanalen op dit moment, AntVenom, is ontzettend veel bezig geweest met een beetje aan te kutten met een aantal nieuwe functies in de game. En met een aantal fantastische nieuwe seeds die in de game zitten.
En zo zijn er nog veel meer andere Minecraft kanalen zoals ID Activate Minecraft. Volgens mij was er ook nog eentje Magma Mugen, volgens mij was het. Magma Mugen, een van de twee. Was er ook heel erg druk mee bezig. En zo zijn er nog een heleboel andere best wel mooie Minecraft kanalen die bezig waren met een aantal nieuwe functies in de game uit te proberen. Was hartstikke tof en ik ben ook hartstikke blij dat Minecraft tot op de dag vandaag nog steeds heel erg veel fans kent. Dat er nog steeds heel veel mensen zijn die het spel spelen. Het is alleen wel een beetje jammer dat, dat de Minecraft community vandaag de dag een klein beetje is gedegradeerd tot het niveau van schreeuwende kindjes die zoiets hebben van yo, ik heb verloren. Ik ga wel eventjes hacks installeren. Dan win ik wel. Oh man. Voel je vooral niet aangesproken trouwens hoor. Ik ben blij dat je überhaupt nog Minecraft speelt. Maar goed, dat soort dingen dus. Ik denk dat dit even een goede plek is om even een startershuisje te bouwen. Dus dat gaan we even doen. We gaan later uiteraard wel eventjes een wat groter huisje bouwen. Of we gaan gewoon een heel nieuw huis bouwen op een andere locatie. Daar moeten we nog wel even naar kijken. Ik wil eerst eens wel even de omgeving verkennen voordat we überhaupt iets gaan doen van grote gebouwen bouwen of zo. Geen idee. Dat moeten we allemaal nog wel eventjes bekijken. Ik wil eerst gewoon een klein beetje ronddurpen en even een beetje random aan mijn huisje bouwen. Dus dat. In de tussentijd, mijn vakantie was lachen. België. Als je een Belgische kijker bent, dan ben je awesome. Laten we daar even mee beginnen. Ben je geabonneerd? Dan ben je nog meer awesome. In ieder geval... België was in ieder geval een lekkere vakantie. Camping La Clusure waren we heen gegaan. En man, wat was dat een mooie camping. Het was mijn eerste vakantie in België. En ik wilde eigenlijk al een hele lange tijd op vakantie naar België. Maar dat zijn we om de een of andere reden nooit gegaan. Ik zeg al jaren tegen mijn ouders van... Yo, wanneer gaan we nou eens een keer op vakantie in België? Ik had in principe ook zelf kunnen gaan. Maar geld... Dat is gewoon een beetje het ding. Heb ik nog meer hout? Nee, natuurlijk heb ik niet nog meer hout. Het zou wat zijn zeg, als ik wat meer hout heb om eventjes mijn huisje te bouwen. Hey, kijk eens aan, schapen. Dat is handig, want dan kan ik namelijk en eten bij elkaar schapen. En wol. En dat heb ik best wel nodig eigenlijk. Want als ik een beetje wil gaan overleven, dan gaan we eerst eens wel eventjes een beetje wol bij elkaar verzamelen. En natuurlijk ook een beetje eten. In de tussentijd lopen er ook allemaal koeien rond. Oh man, dit wordt echt super chill. Dit wordt super chill. Ik weet nog wel dat ik ooit eens een keer een serie had en die heette de TGNL Survival. Kennen jullie dat nog? Die goede oude tijd van 2GamingNL? Ik weet het nog wel. Het staat allemaal nog steeds op het YouTube kanaal als jullie geïnteresseerd zijn. Jullie kunnen kijken naar mijn video's van 2GamingNL. Het staat nog altijd op het YouTube kanaal. Als het goed is staat het zelfs nog op de voorpagina van het kanaal. Moet je nog even naar gaan kijken. Maar dat was in ieder geval... Oh, kijk eens aan, een mooie grot. Dat is wel chill, want dan kunnen we daar namelijk resources bij elkaar schrapen. En dat heb ik nog best wel nodig, deze survival. Maar in ieder geval, wat we dus hebben met de TGNL survival. De TGNL survival was een leuke serie. Heb ik een aantal episodes volgehouden. En wat het zeg maar was, het was eigenlijk gewoon vrij simpel. Het was gewoon ik die gewoon een beetje... aan het survival was en een beetje slap aan het lullen was over van alles en nog wat. Dat doe ik hier nu ook. Dat doe ik al een hele lange tijd zelfs. Met heel veel andere series en video's en dat soort dingen. Heb ik heel erg lang gedaan en dat doe ik tot op de dag vandaag nog steeds. En in de TGNL survival was er iets heel erg best wel bizars aan de hand. Wat ik namelijk had was op een gegeven moment besloten eventjes een aantal zombies en creepers en skeletons... in de nacht even mijn huis over te nemen. Dat was een best wel heel erg grappig moment. En ik vond het ook heel erg leuk om even te zien dat ze heel eventjes een bezoekje wouden brengen bij mijn huisje. Wat? Wacht even, wat? You can only sleep at night and during thunderstorms? Serieus? Kan dat tegenwoordig? Dat is wel chill. Maar in ieder geval... 3 creepers, een paar zombies, een paar skeletons. Kortom, ik had gewoon een flinke mobstorm opeens voor mijn deur. En op een gegeven moment besloot ik eventjes te gaan slapen. Dat kon op een gegeven moment.
En toen ik wakker werd, stonden er nog steeds heel wat zombies en zo voor mijn deur. De veren zien er trouwens opeens een heel stuk realistischer uit met deze texture pack. Had ik niet verwacht. Maar, dat dus. Ik dacht hier ergens een cave te hebben gezien. Nou ja, weet je wat? Dan gaan we wel gewoon even hier graven. Ik vind het helemaal goed. Dus, ja, dat vond ik best wel heel erg vervelend. Ik had ook best wel veel tijd en moeite gestoken in die video. Het was een hele klus om die video te gaan editen. Ook gewoon omdat ik heel erg veel geknipt en geplakt had in die video. Dus dat was gewoon even het hele ding. Heel veel knip- en plakwerk. Dus ja, dat even voor de TGNL Survival. Die serie staat tot op de dag vandaag nog steeds op het kanaal. Kun je even naar kijken als je wilt. Ik heb daar als het goed is ook nog een livestream over gedaan. Nog vlak voordat ik de Dr. Jekyll en Mr. Hyde livestream. Oh ja, dat. Dr. Jekyll en Mr. Hyde was ook een fantastisch feest. Dat had ik ontzettend van genoten. Tenminste, de livestream vond ik wel leuk om te doen. En een beetje slap lullen, dat is altijd even een feest voor mij. Maar de game zelf was ontzettend slecht. Als jullie nog meer van Dr. Jekyll en Mr. Hyde willen zien... Ik ben heel erg benieuwd. Wil je dat nog zien? Laat me weten in de comments beneden. Dan ga ik het zeker nog een keer spelen. Nieuwe abonnees die zullen waarschijnlijk denken... Waar heb jij dit over? En als je al een tijdje geabonneerd bent op mijn kanaal... En je ziet dit en je hoort dit en je denkt... Ja, dat wil ik graag nog een keer terugzien op het kanaal. Laat me weten in de comments sectie beneden. Voor diegenen die het gemist hebben... Ik zou het wel even uitleggen. Dr. Jekyll en Mr. Hyde is een spel gemaakt in de jaren 80... Voor de NES, de Nintendo Entertainment System... En omdat ik dacht dat het een keer een goed idee zou zijn om het een keer op het kanaal te spelen, ging het een keer op het kanaal spelen. En wat gebeurde er toen? Nou ja, ik ging aardig veel dood, ik ging aardig veel schelden, ik ging aardig veel zeiken, ik ging, nou ja. Ik was niet heel erg blij, zeg maar. Laten we daar gewoon even op houden. En ik heb wat meer hout nodig voor mijn furnace. Blijkbaar. Ah nee, waarom staat deze boom hier nou weer? Serieus. Waarom staat er nou weer een grote boom voor mijn deur? Dat is niet heel erg chill, want die grote bomen, die moet je altijd heel even... Het kost altijd zoveel moeite om die dingen weg te halen. Dat is gewoon... Nee, dat vind ik niet fijn. Ik vind het gewoon niet fijn als die dingen voor mijn deur staan. Daar komt het ongeveer op neer. Het begint in ieder geval nacht te worden. En ik heb eten nodig, dus laten we even dit koken. You may not rest now... Your bear is too far away. Ja... Tuurlijk joh, laten we daar even eens over hebben. De kan... Dat bericht krijg ik hier niet. Oké, dat is chill. In ieder geval mooi om te weten dat je dat tegenwoordig krijgt. Bedankt Mojang voor de ontzettend boeiende info. Niet alsof ik er heel veel aan heb, want ik... En je moet toch wel vanaf hier even je bed in kunnen kruipen. Kom op. Mojang, niet relaxed. Niet relaxed, kom op. Wij hebben in ieder geval wat meer cobblestone nodig... Voor ons huis. Want zoals jullie misschien wel weten. Ik gebruik best wel veel steen in mijn huis. Heel veel stone bricks vooral. En daarvoor heb ik gewoon heel veel steen nodig. En ik bedenk me net dat als ik hier zometeen geen kool vind. Dat ik dus ook zometeen heel veel charcoal nodig heb. Dus ik moet echt heel veel hout hakken. Oh nee. Dat werd echt hels. Dat werd echt verschrikkelijk. In ieder geval, het is wel weer fijn om weer terug te zijn op het kanaal. Ik heb er ontzettend van genoten om heel erg veel video's te maken op het kanaal. Voor een hele lange tijd. Ik maak al video's op dit kanaal sinds 3 jaar ongeveer geleden of zo, denk ik. Het is in ieder geval heel erg lang geleden sinds ik ben begonnen met video's te maken op dit kanaal. En het is gewoon hartstikke leuk om gewoon eens even te doen. Brengt mij wel bij een ander heel erg leuk verhaal. Ik ga van het ene verhaal naar het andere. En dat komt gewoon omdat ik heel veel te vertellen heb. Sommige van de kijkers vandaag de dag die weten het misschien niet meer. Maar ik heb dit kanaal ooit eens een keertje gerund met mijn grote vriend Kieran Mulder. Die gozer die had ooit eens een keertje een idee van... Yo Koen, wat nou als we met z'n tweeën even het kanaal 2GamingNL gaan aanmaken? Ik zeg van... Oké. Klinkt als een leuk idee. Dat gaan we gewoon even lekker doen. En zo geschiedde. Ik maakte ooit eens een keertje een Super Mario Advance serie. En nog een paar andere best wel leuke series die ik sindsdien had gestart. En raad eens. Nooit heb afgemaakt. Er waren een aantal series die ik wel heel graag had af willen maken.
Maar omdat het kon gewoon heel vaak niet om verschillende redenen. Welke redenen maakt op zich niet heel veel uit. Maar één van die vele redenen was gewoon dat Kieran op een gegeven moment besloot van... Koen, wij moeten een nieuw kanaal maken. En dat kanaal dat noemden we op een gegeven moment Rotkinders. Oké, zei ik, daar gaan we aan meewerken. Daar gaan we gewoon aan meedoen. En dat kanaal, dat was een enorme flop. Oh, sorry, maar het ging echt... Het ging helemaal nergens over. Het was niet goed. Qua video's niet, qua productie niet. Helemaal... Het was één groot... En qua cijfers was het al helemaal niks. Het was gewoon... Het was überhaupt... Ik vond het überhaupt al geen leuk iets om video's op te maken. Dat al ten eerste. Ik vond het niet leuk om video's voor dat kanaal te maken. En ik was daarom ook best wel blij toen Kieran op een gegeven moment zei van... Yo Koen, misschien moeten we toch maar teruggaan naar 2GamingNL. En zo geschieden zijn we teruggegaan naar 2GamingNL. Ik maakte mijn eerste Hearthstone video. Dus dat was mijn eerste Hearthstone video toen ik terugkwam naar 2GamingNL. Ik heb geen idee meer. Ik weet het oprecht niet meer. Maar in ieder geval, het was in ieder geval weer even heel erg lekker om weer terug te zijn op 2GamingNL. Op een gegeven moment besloot Kieran om weg te gaan van 2GamingNL. En toen maakte hij op een gegeven moment een community project aan genaamd Stoer. Ik weet niet hoe het project op dit moment verloopt. Want ik heb het kanaal al een tijdje niet meer gevolgd. Sorry Kieran. Oh man. Maar sindsdien ben ik gewoon mijn eigen plan... gaan maken op dit kanaal en ben ik gewoon lekker op mezelf verder gegaan en was dit kanaal op een gegeven moment Mr. Conquist genoemd en zo misschien was het zoals het nu is. Maar het hele ding gewoon dat Kieran, we hebben ook gewoon bijna geen contact meer met elkaar, dat is het grootste ding nog. Het contact met ons is bijna zo goed als gewoon weg. En dat heeft voornamelijk gewoon te maken met dat Kieran gebruikt heel veel Discord. En hij is ook niet heel erg veel meer actief op Discord. Ik weet niet waar hij mee bezig is. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik vermoed dat het iets met school te maken heeft, maar dat weet ik niet. En nog heel veel andere redenen. Er is gewoon heel erg gek veel aan de hand momenteel met Kieran. Geloof ik, ga ik vanuit, want hij is al een tijdje niet meer actief geweest. Ik weet niet eens of dat hij nog actief is op YouTube trouwens hoor, maar... Als ik kijk naar zijn activiteit... Op het internet in het algemeen. Ik denk niet dat hij nog langer actief bezig is op het internet. Dat is gewoon het hele ding. Zou ik voor nu trouwens gewoon gaan verkoppelen? Ik ga voor nu gewoon even met cobblestone werken. Tenminste, als dat heel even wil meewerken. Zo te zien wil dat gewoon al even niet. Hier heb ik er even twee van nodig. Dank u wel. Tenminste, als ik... Ik heb nog sticks over, dus dat hoeft niet eens. Hartstikke mooi. Maar goed, dat is even over 2GamingNL. Het is wel jammer, want 2GamingNL was wel een was wel leuk om gewoon eventjes samen mee aan de slag te gaan. Kieran en ik, we hadden heel erg veel gelachen. We hebben heel erg veel leuke video's gemaakt. En toen besloten we opeens van... Yo, weet je wat? We gaan even een ander kanaal maken. En nog een ander kanaal. Een community project zelfs, met een aantal vrienden van mij. Stoer. En ik had zoiets van, ja, maar ik ga er niet aan meewerken. Ik heb er wel een aantal video's op gemaakt van Trials Evolution, Gold Edition. Daarover gesproken, daar moet ik nog mee aan de slag op het kanaal. Toen denk ik me net, shit. Oh, ik heb Trials Evolution een tijdje geleden gespeeld op het kanaal. Daar ben ik nooit mee verder gegaan. Dus vandaar dat ik het heel even opnoem. Maar in ieder geval, Stoer... Heb ik een paar video's opgemaakt. En op een gegeven moment besloot ik gewoon van... Weet je wat? Dit is niks voor mij. Ik ga gewoon verder op mijn eigen kanaal. En klaar. Dus, dat. En sindsdien heb ik vrij weinig van Kieran gehoord. Tot eigenlijk helemaal niks. We hadden een WhatsApp groep. Die is dood. De Discord is dood. Al het contact die ik had met Kieran sindsdien is gewoon dood. En ik ben heel erg benieuwd. Kieran, waar ben je? Laat een reactie achter op deze video, alsjeblieft. En ik zie dat we al bijna 20 minuten bezig zijn met deze video. Misschien betekent dat ook maar gewoon even dat dit het beste moment is om wel eventjes te stoppen met deze video. Want ik ben wel weer even lang genoeg wezen lullen hier. Ik bedank jullie allen voor het kijken naar deze
video. Als je van hebt genoten, doe dan even dat duimpje omhoog. En voor wekelijks awesome video's zoals deze, zoals mijn andere gameplays voor andere Shizzle the Wizzle, etc. Abonneer op mijn YouTube kanaal, luid de bel en dan wees je... Zo. Praten gaat moeizaam. Weer terug, jongens. Abonneer op mijn YouTube kanaal, luid de bel, zodat je nooit geen video meer van mij hoeft te missen. Dit was dan Mr. Koekist hier en ik wens jullie allen een fijne dag verder en graag tot de volgende video. Mr. Koekist, a.k.a. Astral Thunder, out!